eerste jaren dat ik als fotograaf aan het werk was, heb ik heel erg als gewoon fotograaf geprobeerd te werken. En ja, mensen op de foto gezet die moesten voldoen aan een plaatje. En met als gevolg vaak ongelukkige mensen, want die willen helemaal niet voldoen aan een plaatje, die willen zichzelf zijn. En ik kwam er op een gegeven moment achter dus dat het veel prettiger is om mensen zichzelf te laten zijn. En dat ik dan volg. Dus ik heb helemaal geen plaatjes meer in mijn hoofd. Ik kijk naar de persoon die voor me zit en kijk hoe die persoon zich het prettigst voelt. En daar komt een eindresultaat uit waar zowel ik als die persoon heel erg blij mee is. Ik laat mensen zich bewust worden van hoe kijken we eigenlijk naar onszelf. En waarom hebben we zoveel oordelen over onszelf? En waarom is het zo lastig om voor de camera te staan? Want dat is voor 90% van de mensen echt heel erg lastig. En de oplossing daarvoor is super simpel. En die ga ik ze vertellen. En dan hoeven ze nooit meer gespannen en trillend voor de camera te staan.